Goedemorgen. Ik ga eerst even één korte voor 10 uur signaal, anders zijn we te laat. Dat zijn we te laat, maar ik We bent zo snel mogelijk beginnen met leren van de Nederlandse taal. En dan zo snel mogelijk, ofwel via een stage of via het liefst betaald werk, aan de slag komen. Want we weten dat als mensen eenmaal werken, ze sneller het ook betaald leren. Goedemorgen, ik ben van de Mondel. Wethouder. Ik ben heel trots dat ik u hier mag ontvangen in dit schitterende gebouw. En dat ook al deze mensen hier zijn gekomen. Dit zijn grotendeels ook werkgevers en statushouders die vanochtend hier ook gekomen zijn om te horen wat u in ieder geval te zeggen heeft. DZB was vroeger een SW-bedrijf en is nu veel breder dan dat. Ook reïntegratie en werkgeversdiensten. En per jaar helpen wij 2000 mensen eigenlijk verder, nou, het zijn naar een baan, het zijn een reïntegratie, nou ja, eigenlijk allerlei soorten diensten. Ik wil even heel specifiek iets zeggen over project JA. Dat was jongeren op de arbeidsmarkt. Dat zijn we in 2012 gestart, om die juist heel specifiek aan het werk te krijgen. Dat was in 2009, even goed mijn cijfers. In 2012 hadden we project JA+, heel specifiek voor migranten met een taalachterstand. En nu hebben we project JAS. JAS. Ja, je kan het en daar JAS. Komt u heel specifiek voor. Ja. En voor project JAS wil ik ook even Jos, ik had er net ook al moeite JAS mee. En JAS, ja, sorry. Jos Valk wil ik vragen om daar zo meteen iets over te zeggen. We gaan daar ook naar zaken kijken. Project JAS is een educatief traject. Voor statushouders die bij de gemeente binnenkomen en die een uitkering aanvragen. En wij begeleiden statushouders intensief naar de arbeidsmarkt. En dat doen we door training aan te bieden naast een inburgeringstraject in combinatie en mensen intensief te bemiddelen samen met. En we hebben 15 werkgevers gevraagd hier te zijn, werkgevers om. Dat is erg belangrijk. Werkgevers, heel vaak is het zo dat er eerst stage nodig is voordat mensen aan het werk komen. Wij doen dat niet alleen met werkgevers, maar ook met 250 vrijwilligers in de stad, mentoren die mensen begeleiden. En dat geeft we gelijk aan dat we een integrale aanpak voor ogen hebben. En dat is ook nodig omdat het veel al gaat om een complexe problematiek. We zijn er heel trots op, maar we zijn er nog lang niet. En we zijn heel erg benieuwd. Ja, precies. Nou, hartelijk dank voor de ontvangst. Ik heb vanmorgen inderdaad, dank u wel voor de introductie ook. Ik heb vanmorgen mijn inburgeringsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de nieuwe plannen voor het nieuwe inburgeringsbeleid. Ik ben bewust naar Leiden gekomen, omdat ik heb gehoord dat hij echt een goede praktijkervaring heeft. En dat hij eigenlijk al langs de nieuwe lijnen zo een beetje werkt als ik het voor ogen. Ik ben heel benieuwd hoe het in de praktijk staat. Ik laat me graag inspireren. Ja. Maak je het direct? Ja. Oké. Dag. Dank je wel. Mooi, dank je wel. Ziet er heel mooi uit, dank je wel. Ik ga hem afgeven en ga ik hem meenemen. Ja? Dank je wel. Het is een beetje nat nog. Nou, ik ben hier vandaag in Leiden om mijn nieuwe plannen voor het inburgeren toe te lichten. Het huidige systeem werkt niet goed. Mensen zijn te lang afhankelijk van een uitkering, zijn te lang bezig met het leren van de taal en gaan pas te laat aan het werk. En ik ben bewust naar Leiden toegekomen, omdat Leiden een van de gemeenten is die het heel goed doet. Omdat Leiden al heel vroeg mensen de taal leert, maar ook heel snel aan het werk brengt. En daar bent u het voorbeeld van. Ja. Die hebben allemaal via het inburgeringstraject heel snel een baan gevonden. En ik denk dat het heel goed is, omdat je ook inderdaad de taal leert. En ik vraag me af of dat klopt. Ja? Ja? Ja. En bent u tevreden met hoe het in Leiden is geregeld? In Leiden? Ja. Binnen 2 jaar in Leiden. Heb je het al aan het werk al? Ja. Bij het Hooggemeenschap van Leiden. Ik had net zo uw werkgever ook al gezien. Nou, ik heb vandaag mijn plannen gepresenteerd. En het belangrijkste is dat in de toekomst de gemeente meer de regie gaan voeren. Nu is het zo dat mensen als ze in Nederland komen zelf verantwoordelijk zijn voor het uitzoeken van de inburgeringscursus. Terwijl als je net in Nederland bent en je spreekt de taal niet, is het heel lastig om zo'n cursus uit te zoeken.
Dus ik vind dat gemeenten daar een veel grotere rol in moeten hebben. Dat gemeenten samen met nieuwkomers, samen met statushouders, een integratieplan maken. Om samen aan de slag te gaan om de taal te leren om in te burgeren. Maar samen met werkgevers zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Wat ik ook van plan ben is om het leenstelsel af te schaffen. Dus het huidige stelsel wat we nu hebben van DUO, kennen jullie vast, dat af te schaffen en het geld daarvan wat daar vrijkomt te besteden aan de gemeente. Juist om de gemeente ook in staat te stellen om inburgeringscursussen in te kopen en ook om de statushouders te begeleiden naar werk. Waarom doe ik dat? Omdat het gewoon het huidige systeem werkt niet. Mensen blijven te lang in de uitkering hangen, mensen zijn te laat actief. Los van een paar gemeenten die het goed doen, waar Leiden dus één van is, gaat het te vaak nog fout. Ook heel belangrijk is, ik ga de examens aanpassen. We gaan nu echt een taalexamen en een kennis maken met het Nederlands maatschappij-examen. Dat doen we landelijk, maar meer de oriëntatie op de arbeidsmarkt, meer het werken en het stage lopen gaan we veel meer overheven naar de gemeente. Juist ook omdat we het zo belangrijk vinden dat inburgeren, de taal leren en werk samen tegelijk wordt genomen door de gemeente. En daarom ben ik ook weer hier vandaag, want dit een mooi voorbeeld is hoe het in de praktijk goed werkt. Nou, er zit veel meer in, maar ik heb net een brief van, geloof ik, 18 pagina's naar de Tweede Kamer gestuurd. Ik ga er woensdag over in gesprek met de Tweede Kamer. Maar ik ben ervan overtuigd dat zo'n nieuw inburgeringsstelsel echt heel goed is om mensen meer kansen te geven om sneller actief te worden in de Nederlandse maatschappij en ook daarmee sneller te integreren. Heel veel dank voor jullie ontvangst. En zo meteen, als al die camera's een beetje uit zijn, kom ik even bij jullie langs om individueel met jullie te praten. Maar tot nu, dankjewel. En voor de pers ben ik zo meteen even beschikbaar buiten voor het opnemen van woordjes. Maar in ieder geval, succes hier. Bedankt. Je doet het al goed. En het gaat alleen maar beter worden. Ja, precies. Nou, misschien even een eerste reactie op wat u zojuist gezegd heeft. Nou, wij herkennen wat u gezegd heeft, dat het hartstikke lastig is als je hier nieuw in Nederland bent en de taal niet spreekt en misschien een beetje Engels, om dan echt die verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen inburgering. Denk maar eens na als je zelf in een land bent, nou, bij wijze van spreken Swahili, dat je dan dat soort verantwoordelijkheden moet nemen. Dus we zijn hartstikke blij met de richting. We hopen wel dat we bij de uitwerking daarvan als gemeenteschap betrokken blijven. En hoe we dit nou daadwerkelijk gaan doen. En ook het project JAS waar we net geweest zijn, dat kunnen we nu mogelijk maken met Europees geld. Dus de financiële zeg maar, consequenties daarvan, daar zijn we nog wel benieuwd naar. Ja. Omdat de aandacht en tijd die we besteden aan alle mensen om juist verder te helpen, ja, dat vraagt natuurlijk ook wat van inzet van middelen. Dus dat is nog wel een zorg die wij als gemeente hebben, maar met de richting zijn we hartstikke blij. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben heel blij mee. De afgelopen 6 maanden hebben wij samen, ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken en ikzelf, met de gemeente heb ik samengewerkt, met vluchtelingenwerk, met experts, met wetenschappers, juist ook om het beleid beter te maken. En we komen nog te spreken over het ministerie. Maar dat komt helemaal goed. Nou, dat klinkt goed. Dank u wel.